wordt bekend. Ik kom vandaag de playground aan de Gooise Maart heropenen. We hebben hier al een playground sinds 2012. Het heeft even stilgelegen qua programmering. Maar we hebben de koppen bij elkaar gestoken. De Crycheck Foundation, Sportbedrijf Almelo en Avedan en natuurlijk de gemeente Almelo. Om de playground weer een nieuw leven in te blazen. En vandaar dat we vandaag de playground heropenen. Michiel, de buurtsportcoach voor Sportbedrijf Almelo, die hier sport- en spelactiviteiten gaat geven elke week. Om kinderen uit de Gooise Maart aan het bewegen te krijgen. Kinderen die woonachtig zijn in aandachtswijken, minder sporten en bewegen. En daarom hebben wij playgrounds in die steden en in die wijken. Om kinderen dicht bij huis op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en spelletjes. Onze taak is om de jeugd hier in deze wijk kennis te laten maken met het zaalvoetballen. En ze goed te vermaken zeg maar, met die vorm van voetbal. De voetbal is natuurlijk zwaarder dan normale voetbal. En om de kinderen dat te laten ervaren, wat trucjes te doen op zo'n playground, ja, dat wordt vaak wel goed ontvangen. Dus dat is onze rol hier, zeg maar. Het is wat harder dan gewoon gras. Je moet geen slijdings maken, want dan dat gaat pijn doen. Maar voor de rest, het is prima om te spelen hier ook op asfalt. Ja. Het Heracles Futsal staat er ontzettend goed voor. Kan je er iets over vertellen? Ja, we draaien goed. Dat is eigenlijk al een tijdje zo. Alleen door corona is de competitie twee keer stilgelegd. Maar dit seizoen niet. We staan nu bovenaan. 9 punten los, 9 verliespunten minder dan de nummer 2. Nog 6 wedstrijden te gaan. Dus op naar het kampioenschap en promotie naar de eerste divisie. We hebben er vandaag eindelijk mooi weer bij. We hadden gisteren de opening aan de playground aan de Steffensweg. En toen was het bewolkt en een beetje regenachtig. En dat maakt het meteen een beetje wat minder leuk om te doen. Maar dit weer is fantastisch. Het wordt dubbel en dwars goed gemaakt.